Want Wesley Sneijder vervolgt zijn carrière in Turkije. Sneijder is nu onderweg naar Istanbul, waar hij wordt gepresenteerd bij Galatasaray, de koploper in de Turkse competitie. De aanvoerder van Oranje was bij internationale vanwege een salarisconflict op een zijspoor beland. Sneijder kijkt ernaar uit om na lange tijd weer te gaan voetballen. Welcome to Galatasaray family for C. How are your feelings now? What are your feelings? Well, I feel very excited. You know, for me, Galatasaray is like a big club worldwide, and of course the biggest club in Turkey. And what I said, I feel really excited, and I can't wait to play my first game. Ja, voetbal in eigen land dan. Erik Pieters van PSV wacht een schorsing van 4 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is het.